Goedemorgen, het is 9:10. Ik ben wakker, ik ga even buiten. Foefje gaat naar zijn werk. Ja. En ik ga naar Amersfoort om te werken aan de party. Ik heb ontbeten en ik heb over 10 minuutjes mijn haar en make-up te doen, dus dat ga ik nu doen. Ik besefte me net dat ik echt bijna elke dag een keer Ready With Me film in mijn vlog. Heel vaak film ik hoe ik me opmaak. Mijn haar is lastiger, maar ja, ik probeer het te filmen. Ik zat even te denken, normaal is het echt heel speciaal, get ready. En ik plop het gewoon in mijn vlog. Oké, get ready with me, daar komt mijn haar. Ik heb mijn haar even geprept. Ik denk niet dat ik het ga redden om nu nog te krullen. Maar ik vind meestal preppen alleen al, is al zeg maar, ja, zorgt ervoor dat je haar bij mij in ieder geval beter zit en dat ik er niks mee doe. En dan blijft het ook vaak zo. En ik heb geen zijscheiding, kijk, zie je, het vloekstel weer terug. Maar ik kan geen zijscheiding doen, maar als ik het goed prep, dan wil het nog wel eens lukken. Zo. Make-up zit erop en nu op naar Amersfoort. Dit is wat ik vandaag aan heb. Dit vest, een jeans blouse, mijn Guess legging met leer erin. En dan deze schoenen en mijn rugzak. Om gek van te worden, elke dag kom ik die garage niet uit. Kijk, en er wordt er gewoon niet opgenomen. Cubework, echt. Hier, wordt ongelooflijk. Fireball. Ik zit serieus elke dag na te denken over het moment dat ik mijn nieuwe auto heb. Dat heb ik nog niet verteld, maar ik ga switchen van auto. Ik heb deze auto nu al, denk ik, 3 jaar zoiets. Ik ben er heel blij mee. En zoals jullie weten is die helemaal bestickerd met Beauty Gloss. En dat is ontzettend leuk. Ik bedoel, ik vind het super leuk dat ik mijn merk erop heb en alles. Maar het is gewoon tijd voor een nieuwe auto. Tegenwoordig, waar ik ook kom met mijn auto, op de snelweg mensen gaan naast me rijden, toeteren op de snelweg, foto's maken. En soms vind ik dat een beetje gevaarlijk. Voor de anderen, voor mezelf, maar ook vooral voor anderen denk ik, pas nou op, weet je. En dan gaan ze heel langzaam naast me rijden op de snelweg. Denk ik, oeh, weet je, pas gewoon even een beetje op. En sowieso deze auto, ja, ik heb hem nu al een tijdje. Het is gewoon tijd voor iets nieuws. En ik ga voor de Adam Rocks. Ja, weet je, ik ben laatst op reis geweest naar Riga met de Adam Rocks. En ik ben zo verliefd geworden op die auto. Hij is zo cool, zo stoer en toch girly, zeg maar. En ik heb een tijdje terug, heb ik hem, zeg maar, samengesteld met paars en met wit. En jullie zien het wanneer die af is. In januari heb ik hem. En ja, ik vind hem gewoon zo leuk. Ik ben zo blij. Want ook straks, weet je, er speelt van alles mee. Zometeen als wij een huis kopen, dan vind ik het toch een beetje eng als deze auto voor de deur staat ook. Weet je, dan zie je heel groot Beauty Gloss en zo. En dan weet iedereen precies waar ik woon. En nu is dat toch anders. We hebben een garage en alles. Weet je, ja, ik vind toch, het is ook tijd voor wat nieuws. En die auto is gewoon zo super stuur. En ik vond het zo leuk. Ik heb in Riga ben ik echt helemaal verliefd geworden op die auto. En Gregor vindt hem ook, nou, eigenlijk veel leuker dan deze, want hij is toch wel heel stoer en in deze is heel girly. En ik heb deze nu een paar jaar gehad en ja, ik zal het jullie laten weten zodra ik hem ga verkopen. Want ik ga de stickers eraf laten halen en vervolgens zet ik hem in de verkoop. Ik denk via Marktplaats of zo, ik zie wel. En dan, ja, hij is automaat, Fiat 500 uit 2011. Ja, ik zal het jullie wel laten weten, want zodra het zover is, want ja, als iemand een Fiat 500 toevallig wil kopen, dan ja, kan je die van mij eventueel overkopen. Maar dat zien we dan wel. Ik zit op mijn kantoor bij Hella. Hella Isabel, iedereen. Hallo! Hebben we er een beetje zin in? We gaan, yay! Party volgend jaar. We zijn volop bezig en vandaag gaan we even goed knallen, want de kaartverkoop gaat al heel goed. Hoeveel hadden we ook weer voor zaterdag?
80% toch? Zaterdag is, ja, 80% van de kaarten al verkocht. Dus zorg dat je er We hebben er zin in. En je kan even naar beautygloss.nl en dan rechts in het menu. Kijk hier, ik zal het even laten zien. Ga je hierheen, even kijken. En dan klik je op Beautygloss Party en daar vind je artikelen en ook waar je de tickets kan bestellen. Dus we hebben er zin in. Ik zit nu in de auto, ik ga naar Amsterdam, naar mijn volgende afspraak. Het is ongeveer een uurtje rijden weer. En vanavond lekker borrelen. Hella is er ook zo, Jimmy Boy, gezellig. Iedereen komt, dus altijd de borrel van ons kantoor. Social en zo is altijd super gezellig. Ik heb er zoveel zin in. Gregor komt gewoon vanuit Den Haag rijden, omdat het gewoon zo leuk is altijd. Hey, ik ben op kantoor bij mijn mediabureau. Ik ga hier even werken en dan straks heb ik een meeting. Hey, ik heb net gewerkt hier en een meeting gehad. En zo meteen begin ik een borrel, kijk. Zo, hier. En ik heb er heel veel zin, het is altijd super, super gezellig. En er komen allemaal bekenden en allemaal YouTubers, dus dat is altijd heel erg leuk. Dus even wachten tot het borrel begint. En er, qua eten is er alleen een hamburger truck voor de deur. Ik moet wel echt eten, dus misschien dat ik er eentje eet. Anders heb ik geen avondeten, maar... Ik ben bij de borrel en ik weet jullie daar hebben. Hey, hoi. How are you? I'm very fine. Het is heel erg gezellig. Ja. Het is Thursday, dus het gaat altijd jou, het is speciaal voor jou. Ja, ze voelt het wel een beetje. Oké, het feest is heel gezellig, maar ik heb bijna niks gefilmd. Want we staan net te dansen en te kletsen. En gewoon met iedereen te dansen en gezellig. Je ziet het niet, het is te donker. Er staan foto's op Instagram. Hella's amazing parkeerskills. Dit zijn twee plekjes. 1, 2. En kijk. Hier zit ongeveer 1 centimeter tussen. En hier zit ongeveer 1 centimeter tussen. En nu moet ik eruit. Ja, hoe dan? Nee, op zich, hier kan je zo woep eruit vloepen. Nee, ik kan hem niet draaien. Dan knal ik tegen die paal. We zijn weer thuis. Het is precies middernacht. Ik ga heel even mijn gezicht wassen en zo. En dan lekker slapen. Ik zie jullie morgen weer. Doei.